Wielerschap, dat ik dus al gewonnen heb. En dus de Ronde van Breda, dat zijn eigenlijk twee hoogtepunten van mij van het jaar. Dus ik verwacht hier eigenlijk heel veel van. Want dan steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. De persiflage van de wielerkampioen heeft maar één doel. En dat is de tweede editie van de Ronde van Bree op zijn naam te schrijven. Ik denk toch wel dat ik op tijd een demarrage kon zetten. Voor dan om de meet eigenlijk. Die achter zo met haar vleugels. En om dan toch zo de overwinning te behalen. Eigenlijk. Winnen is hier nogthans niet het belangrijkste. Wel om zo origineel mogelijk uit de hoek te komen. Dat die kinderen ongelooflijk. Tonen liep de etappe toch niet helemaal zoals hij had verwacht. Ja, het was eigenlijk wat tegenvallen, omdat dus de wind zat niet mee. Ik ben dan ook lek gereden. En ik denk toch ook wel dat de winnares, die hij eigenlijk verdacht heel snel reed, toch eigenlijk wel in het geniep wel wat snoep heeft gepakt of zo voor en tijdens de wedstrijd.